Goedemorgen allemaal en welkom bij Vlogmas dag 13. Cause we got Christmas soul. Yeah, we got Christmas soul. Yeah. Het is gewoon alweer dag 13. Het gaat zo hard, het gaat zo snel. Gisteren heb ik leuke kerststickers op mijn camera geplakt. Ik ga kijken of ik jullie die kan laten zien op de een of andere manier. Dat ga ik zo even doen. Het is dus vandaag voor mij donderdag. Het is voor mij de laatste schooldag van de week. Want morgen, ik wilde zeggen volgende week, morgen ga ik naar Haarlem toe. Op een excursie met school. Naar Dolhuis, waar dus vroeger allemaal gekken hebben gezeten. Daar heb ik heel veel zin in. Ik heb echt ontzettend veel zin om 's morgens voor 6:15 in de metro te zitten. En dan vervolgens naar Haarlem te gaan met de trein. Ik heb er echt heel veel zin in. Morgen neem ik, ik heb trouwens die tas gepakt. Waar is de tas? Daar. Gewoon een doorzichtige tas met het insteekvak erin. Ik denk dat ik die morgen ook meeneem. Ik denk dat het wel slim is dat we gewoon met z'n allen één tas meenemen. In plaats van dat we morgen met 3 tassen gaan lopen. 3-4 tassen. Zoals je net al hebt kunnen zien, heb ik even een kopje koffie gezet. Want ik ben net helemaal klaar. Make-up zit erop. Ik ben aangekleed. Ik heb dit shirt van... Volgens mij komt deze bij de CNA vandaan. Gewoon een lekker chill, los shirtje. Ik heb er een topje onder. Zwarte broek. Oudere zwarte broek, maar deze zit gewoon heel erg chill. En natuurlijk mijn zwarte schoenen. Ik denk dat ik morgen deze broek en deze schoenen ook kan doen. Als ze er morgen nog gewoon een beetje oké uitziet. En morgen gewoon een sweater of zo. Maar goed, het is nog geen morgen. We zitten op vandaag. We gaan een adventkalender doen. En kijken wat erin zit. Dag 13. Doe gelijk even de rolgordijn open. Goed, het heeft trouwens ook gevroren vannacht, dus het schijnt heel erg koud te zijn buiten. Dus ik doe zo meteen wel lekker een warme jas aan. Ik zit trouwens aan mijn ketting te springen. Ik heb deze van mijn ouders gehad en ik vind hem zo leuk. Ik kan er niet vanaf blijven. Ik heb mijn nagels wit gelakt gisteren. Maar goed, dag 13. We gaan zoeken, we gaan kijken en ik heb geen idee waar... Oh, ik heb hem al. Hij zit hier. Even kijken hoe wat voor deurtje. Oh, het is een vierkant deurtje. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het een lipproduct is, want ik wil wat anders. Op, nu. Oeh, dit is ook leuk. Een nagelborsteltje. Kijk, om je nagels schoon te maken. Och, jullie zien bijna niks. Kijk hoe leuk. Ah, dat is echt heel erg tof. Die vind ik heel leuk. Daar ben ik heel blij mee. Even alles terugzetten, want ik laat nu waarschijnlijk alles vallen. Nee, het staat nog goed. Deurtje eraf natuurlijk. Nou, dat doe ik ook niet al te netjes, maar goed. De helft ziet er niet meer uit. Deurtje eraf. Lichtje uit. Koffietje drinken. Video afkijken. En dan ga ik naar school. Het is 8:15. En ik moet 9:30 beginnen. Ik ga rond 9:15 ga ik weg. Dan ben ik wel ruim op tijd. Ik pak nu de metro en de bus. Omdat het niet te doen is om een busje te pakken en dan nog een keer een bus te pakken. Dat overstap is gewoon heel vervelend. Dus ik loop liever 's morgens even een stukje naar de metro. En dan pak ik de bus en dan ben ik op school. Vind ik, ga ook ietsje sneller. Kan ik iets later weg. Dus dat is mooi. Koffietje drinken. En daarna naar school. Goed, ik heb slecht nieuws. Ik heb de toets gedaan die ik vandaag moest doen voor verpleegkunde rekenen. Dit was de 5e keer dat ik de toets deed. En het was ook de 5e keer dat ik hem niet haalde. Ik vind het aan de ene kant heel gek. Ik heb een compleet andere toets gehad wat dan de rest van mijn klas heeft gehad. En ik weet niet, er klopt gewoon iets niet. Ik vind het allemaal heel raar en gek. En ik snap het niet echt helemaal. Maar goed, het is afwacht tot volgende week. Ik ga volgende week in overleg over die toets. Ik ga hem nakijken wat er nu precies fout is gegaan. En hopelijk zijn het goede fouten. Ik snap het niet, want ik heb die toets dus gedaan. En gewoon 4-5 keer heb ik die toets, of tenminste die vragen nagekeken. En elke keer
kwam ik op hetzelfde antwoord uit. Dus het moest wel goed zijn. Ik snap het niet. Ik heb het geen idee. Echt niet. Maar ja. Ik weet het niet. Ik vind het heel gek. Echt heel raar. Maar het is nu dus inmiddels avond. Ik heb net avond gegeten. Ik ga even wat vlogmas video's kijken. Want die heb ik dus gemist. Ik heb net even een nagel bijgelakt. Want het was een nagellak vanaf. Morgen gaan we naar Haarlem toe. Dus ik ga even mijn spulletjes klaarmaken voor morgen. Morgen 7:15 de deur uit. Super vroeg. Maar ja. We gaan zien hoe het afloopt. In ieder geval ga ik nu eventjes een kopje koffie zetten. En even mijn gemak houden. Want ik ben nog steeds helemaal van slag van die toets. Ik snap er helemaal niks van. Echt niet. Geen idee. Goed, ik heb alles helemaal ready gemaakt. Ik heb mijn tweedehands tas mee. Die heb ik 1 keer gebruikt. Toen heeft Rio hem half kapot gebeten. Nu heb ik hem een soort van afgeplakt. Dus je ziet er nu helemaal niks meer van. Hij is gewoon nog heel. Verder is dat is dus klaar. Ik heb mijn tas ingepakt. Ik heb mijn outfit klaargelegd voor morgen. Flesje drinken in de koelkast gezet voor morgen. En ik ga nu editen. Zorgen dat deze video online is morgen. Want ik weet bij god niet hoe laat ik thuis ga zijn vanuit Haarlem morgen. Dus het is allemaal een beetje kijken hoe en wat. Ik ga editen. Ik bedank jullie voor het kijken in deze video. Beetje kort. Ik heb weinig kunnen filmen vandaag. Ik heb het behoorlijk druk gehad. Had ik al verteld dat ik de medische rekenentoets niet had gehaald? Volgens mij wel, hè? Nou ja, zo niet. Dan heb ik hem helaas weer niet gehaald voor de 5e keer. Volgende week mag ik hem inzien. Dus ik ben heel benieuwd wat er nu weer fout is gegaan. Maar ja, in ieder geval. Het zit niet altijd mee. Misschien de volgende keer wel, maar nu weer niet. Maar ja. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlogmas. Een hele leuke vlogmas, want we gaan lekker op pad. Tot morgen!